Het jaar is bijna voorbij, 2020 ligt bijna achter ons. Dus tijd om eens te bekijken van welke spellen heeft 2020 ons gebracht. En daarom heb ik dan vandaag 10 toppers in 10 verschillende categorieën meegebracht om eens doorheen te lopen in 2 minuten of misschien net iets meer. Om te beginnen heb ik dan Cluster, een behendigheidsspelletje. Iedereen krijgt een aantal magneetjes, er ligt een cirkel in het midden en jullie proberen om beurt die magneten daar weg te werken zonder dat de boel aan elkaar clustert. Super leuk om te doen. Had ik al gezegd, magneetjes. The Crew, een slagenspel. Denk een toppertje in dat genre. Denk aan Troeven Manille, maar dan coöperatief met missies erbij, wat dat genre gewoon tot een heel ander niveau trekt. Mijn favoriete partygame, Here to Slay. Munchkin-achtig spelletje, vind ik sowieso wel cool. Dan het artwork van Unstable Unicorns eroverheen maakt hem gewoon geweldig om te spelen en om je vrienden te backstabben. Watergate, met een topper voor 2 spelerspellen. Beetje schaakachtig misschien qua stijl, in het hoofd kruipen van de ander en proberen die een paar stappen voor te zijn, met op de achtergrond de Koude Oorlog. Geweldig. De beste uitbreiding van het jaar. Wingspan is uiteraard een toptitel. Wingspan Oceania maakt hem nog beter. Nieuwe strategieën, nieuwe voedselsoorten, allemaal dingen die het spel gewoon weer een tikkeltje beter maken. Als ik denk aan semi-coöperatieve spellen, dan kan ik alleen maar aan Galapagos denken. Supergoed spel waar jullie enthousiast coöperatief gaan inspringen, maar op het einde van het spel misschien de ander toch liever een kogel door de kop willen jagen. It's a Wonderful World, een drafting game. Denk aan Seven Wonders bijvoorbeeld. Deze doet dat supergoed, snel, goede synergie tussen de kaarten. Heel interessant spel om te spelen. Het betere kennerspel van het afgelopen jaar vond ik Maracaibo. Heeft heel veel verschillende strategieën, mogelijkheden, goede engine building zit erin en dan ook nog eens een heel interessante campaign, legacy-achtige modus die daar ook nog eens een heel verhaal achter breidt. Ik ben er weg van. De betere co-op voor mij was Paleo. Paleo pakt het coöperatieve genre gewoon heel goed aan door op een heel interessante manier het samenwerken te stimuleren, waardoor je toch niet een dominante speler aan tafel kunt hebben en dan nog eens een hoop uitbreidingsmodules die het spel nog interessanter maken. En mijn beste familiespel, altijd een toffe categorie, maar wat is nu eigenlijk een familiespel? Want er zijn er wel weer meerdere die erin vallen, maar voor mij is dat eigenlijk het spel dat als je een gezellige middag thuis hebt met familie, hebben we goed gegeten en dan halen we een fijn spel uit wat een uurtje mag duren en daarna is het tijd voor koffie en taart. In Eldorado gaan jullie een beetje deckbuilden, een beetje racen en proberen als eerste de schat te pakken te krijgen. Dit zijn zo wat mijn 10 toppertjes van het afgelopen jaar in 10 verschillende genres, dus voor mijn part hoop ik dat er voor iedereen wel iets tussen zat dat hij interessant vond. Ik hoor het graag.